Tijdens de protestacties van morgen zijn er burgers gearresteerd door de politie en de mobiele eenheid. De eerste burger die is gearresteerd wilde volgens de actievoerenden voorkomen dat Wilgoed-Valies werd meegenomen door de politie. Zelf de leider van de groep Wij zijn moe, Curtis Hofwijks, en de burger Brian Boerleider zijn op hardhandige wijze afgevoerd. De groep liep vervolgens via een omweg terug naar Theater Uniek. Wilgoed-Valies werd door de overgebleven groep binnengehaald met een applaus waarna hij de groep toesprak. En de commissaris eerder, we hebben gebruik gemaakt van onze grond- en burgerrechten. En het moet voor ieder duidelijk zijn dat wanneer de politie daaraan komt, dat we daar hard, of tenminste, we zullen daartegen protesteren, krachtig daartegen protesteren. Want wanneer ze vandaag dit recht van ons ontneemt, dan weet u wat de volgende dag gaat gebeuren. Dan gaan ze nog verder om stappen tegen alle burgers te ondernemen, zij die niet eens zijn met het beleid dat nu gevoerd wordt. Het is een beleid dat leidt tot verdere verarming van deze samenleving. Een beleid dat leidt tot dictatuur. Want je mag van je burgerrechten geen gebruik maken. En ik denk dat die totale samenleving daartegen moet protesteren. Dit kan niet. Ze hebben 3 mensen van ons aangehouden die aan een vreedzame betoging hebben deelgenomen. De mobiele eenheid die zich op de hoek van de Nassilaan en de Fred Derbystraat en de hoek Keizerstraat en Fred Derbystraat opgesteld. Toen Wilgoed-Valies door een groep naar een auto werd begeleid, kwam de mobiele eenheid met de snelheid op de menigte af. Hij is in Theater Uniek opgepakt en in een politievoertuig afgevoerd. Wilgoed-Valies, voorzitter van de BVL en ALS, gaf voordat hij werd afgevoerd aan dat de actievoerders zich morgenochtend om 10 uur wederom moeten melden bij Theater Uniek.